Is veel onderzoek doen en ga ervoor. En think out of the box, jongens. Ja, out of the box denken. Bijvoorbeeld, wij hebben geen saaie presentatie, wij hebben lekker gevlogd. Nou, hier, dit is een zelfgemaakte aardappelsalade met een vleugje mayonaise, bieslook en mini-augurkjes. Bovenop zit zalmcreme met room. En daarbovenop zit nog als topping een zalmroosje. Met miso curry en een zelfgemaakt aardappelchipje. Heerlijk! Ja, wij zijn Kane en Emma. En onze onderzoeksvraag is of er veel fraude en oplichting worden gepleegd bij telefoonreparaties. En daarmee bedoelen wij of op basis van afkomst of gewoon in het mobiel zelf. Ja, wij hebben geleerd dat het inderdaad voorkomt. We hebben conclusies kunnen trekken en we hebben ook andere dingen geleerd over hoe het eigenlijk moet en ja, hoe zo'n reparatie gebeurt. Onze tip voor PBS is dat als je hard werkt, dat het dan goed komt. Ja, hi. Ik ben Mohamed Asirane. Mijn onderzoeksvraag is eigenlijk hoe makkelijk is het om een autohandelbedrijf te openen? We hebben gewoon geleerd dat het gewoon heel veel ingewikkelder is dan dat we zelf hadden verwacht. We hadden verwacht dat je een paar auto's inkoopt en dan verkoopt. Zo makkelijk dat. Maar uiteindelijk komen er vergunningen, erkenningen, bedrijfsvoorraden en heel veel verschillende dingen bij kijken. En ja, onze tip voor het profielwerkstuk is begin op tijd. Dat is heel belangrijk. Ja, dit kennen wij echt niet. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Jaida en Alicia. Onze onderzoeksvraag is, hoe start je een coffeeshop? We hebben geleerd dat je in Nederland geen coffeeshop mag opstarten. Onze tip voor PWS is, niet best zo, want het is niet makkelijk. Nou, het is wel moeite. Ja. Niet te laat beginnen. Ja. Wij zijn Wesley en Jamayel. Ons onderzoeksvraag is, hoe pas elke ICT toe in een dagelijks leven? Wij hebben geleerd dat ouderen heel veel moeite hebben met computers, want in hun tijd hadden ze dat allemaal niet. Nu moeten hun zich daaraan ontwikkelen. Onze tip voor PWS is om zo hard mogelijk te werken en dat kom je er vanzelf in. Nog 5 minuten! Wat zeg je? Harder! Nog 5 minuten! Kijk hier, Jeroen draait. Hallo, ik ben er bij alsjeblieft! Pak aan, Marco! Mogen opruimen. Is dat 5?